Collega's, hartelijk welkom op onze vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Werk van 21 juni. We hebben drie verontschuldigingen: collega Frederik van Haren, Chris Marijnissen en Evelien Houthuizen. We starten de openbare zitting met als eerste punt de rapportering van de klachtenbehandeling van het Sociaal Huis in 2020. Maar daar kunnen we kort over zijn, want in 2020 werden er geen klachten ingediend. Met betrekking tot financiën komen we ook hier tot de goedkeuring van de jaarrekening 2020, maar dan specifiek het deel OCMW. Vandaar dat we vandaag eerst met het vast bureau, Raad voor Maatschappelijk Welzijn, moeten vergaderen en dat we dan pas met de gemeenteraad kunnen vergaderen. Zijn er over deze jaarrekening nog specifieke vragen? Nee, ik zie geen vingertjes. En dan hebben we als derde punt de intergemeentelijke samenwerking. Daar hebben we enerzijds de algemeen vergadering van IGAN dienstverlening en anderzijds de algemeen vergadering van IGAN milieu en veiligheid, waarbij we de agenda goedkeuren en het mandaat van onze vertegenwoordiger vaststellen. Ik neem aan dat daar ook niet onmiddellijk vragen over zijn. En dan hebben we nog de goedkeuring van de noodhulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 mei, die u hebt kunnen inkijken. En ook hier komt het stembiljet service in uw mailbox terecht. Collega's, dan kunnen we naadloos overschakelen naar de gemeenteraad. Ook daar starten we de openbare zitting. Met als eerste punt het punt dat we daarnet in de Raad van Bestuur besproken hebben, namelijk de goedkeuring van de jaarrekening 2020 volgens de regels van de Nationale Bank van België. Ik zeg Tom daar een vraag. Ja, dankjewel collega's. Goedenavond. Op de gemeenteraad van 22 maart dit jaar is er op de gemeenteraad een beslissing genomen over een coronatoelage voor het eerste semester eigenlijk van 2021, te bedragen van €125.000. 3 maanden later zien we plots dat AGB een te bestemmen winst heeft van een kleine €315.000 voor het jaar 2020. Hiervan wordt dan €280.000 als dividend eigenlijk teruggekeerd aan de gemeente. Ik stel mij hier wat vragen bij. Hoe verklaart u deze manier van werken? Ja, omdat we met annuïteiten werken. Zo simpel is dat. Dat is de verhouding tussen de gemeentelijke boekhouding en het AGB, die dan beperkt is wat de cijfers betreft tot 2020. En in 2021 beginnen we met een nieuw kalenderjaar. Dat is het enige. En het is natuurlijk ook zo dat de cijfers die betrekking hebben op 2021 en de coronatoelage die daar moest goedgekeurd worden, op dat ogenblik waren de cijfers van 2020 nog niet bekend en konden ook niet profiteren van de winst die uitgekeerd wordt aan de gemeente. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen de verschillende jaren. Meer is dat niet. Dank u wel. Ik weet niet of er nog andere vragen waren. Nee, dan komen we bij beleid en organisatie. Ook hier hebben we de rapportering van de klachtenbehandeling wat de gemeente betreft in 2020. Misschien kort het woord aan onze algemeen directeur. Ja, heel kort. Goedenavond, beste raadsleden, publiek. Net zoals vorige week toegelicht op de raadscommissie, er zijn 7 klachten binnengekomen. Gericht aan de gemeente in 2020, daarvan 1 onontvankelijk. En de andere 6 klachten hebben we afgehandeld conform de procedure. Ik weet niet wat daar nog vragen bij zijn. We hebben vanmiddag nog wat meer details toegestuurd, zodanig dat iedereen exact weet over wat het ging. Oké, dan kunnen we ook dit punt afronden. Dan hebben we misschien een ongewoon punt. Dat is het gebruik van bodycams op het grondgebied van de politiezone Noord. Misschien even meegeven dat ondertussen de 3 betrokken politiezones zijn de politiezone Schoten, de politiezone Brasschaat
en de politiezone Noord zijn de Kapelle en Stabroek, dat die een samenwerkingsakkoord hebben gesloten met betrekking tot de interventieploegen voor noodhulp wat de avond en nacht betreft. Een heel systeem dat op poten gezet is, maar dat komt erop neer dat de mogelijkheid bestaat dat de extra interventieploeg geleverd wordt ofwel door Noord, ofwel door Braschaat, ofwel door Schoten. En de politieinspecteurs van de interventieploegen van Braschaat en Schoten die dragen een bodycam. De politieinspecteurs van de zone Noord dragen dit nog niet. Ik kan u wel meegeven dat dit vorige week ook een eerste keer besproken is op het bijzonder overlegcomité met de syndicale organisaties. Omdat u misschien weet dat niet alle politiemensen gediend zijn met die bodycams. Maar wij vernemen wel van de zones die ermee werken dat daar toch een grote tevredenheid over bestaat. Wat wij vanavond goedkeuren, dat is als mensen van de zone Braschaat of de zone Schoten optreden op het grondgebied van Kapelle of van Stabroek, dat zij, zoals zij gewoon zijn, tijdens een operatie die bodycams mogen opzetten en gebruiken. Dus tot daar lijkt me geen probleem. En in de begroting 2022 zal al of niet beslist worden om daar ook in te stappen met de politiezone Noord. Pieter had het woord gevraagd. Goedenavond, burgemeester. Goedenavond, collega's. Ja, ik begrijp natuurlijk, het is een vraag van een andere zone. Dus in die zin is het wel raar om hier het fundamentele debat te voeren waarvan u zegt dat het aangekondigd wordt. Hè, dus dat wij het als gemeente en als politiezone het gaan bespreken. Natuurlijk, het zou heel raar zijn om het nu goed te keuren voor andere politiezones en achteraf niet voor ons. Dus in die zin lijkt het mij toch de moeite om op een paar details in te gaan en zorgvuldig met deze beslissing om te gaan. Wij zien ten eerste als fractie zeker de meerwaarde van bodycams. Het is aangetoond dat het in bepaalde situaties deescalerend kan werken als mensen merken dat ze gefilmd worden. Het is ook niet fair natuurlijk als het publiek wel de politiemensen mag filmen, maar niet omgekeerd wat we in bepaalde situaties gezien hebben. Dus in bepaalde situaties kan het zeker positief zijn. Ten tweede kan het interessant zijn voor bewijsvoering. Als er zaken gezegd en gebeurd zijn en er is een verschillende verhaal van de feiten tussen bepaalde burgers en politiemensen, dan kunnen ze aangevoerd worden als bewijsvoering. Dus dat kan iets positiefs zijn. Alleen merken we dus dat in deze beslissing er heel weinig modaliteiten zijn opgenomen. En in die zin lijkt het ons nu nog geen zorgvuldige beslissing. We denken dat we juridisch juist moeten zijn met juiste voorwaarden en afspraken. En ik wil graag een paar voorbeelden geven. Ten eerste, de beslissing die we nemen als gemeenteraad is letterlijk: de gemeenteraad verleent goedkeuring aan de politiezone Schoten en Braschaat voor het gebruik van bodycams op het grondgebied van de politiezone Noord. Punt. Dat is de volledige beslissing. En ons lijkt dat toch een nogal beperkte beslissing. Eigenlijk moet je in die beslissing je voorwaarden opnemen. Die staan nu in de argumentatie, daarvoor voor een deel opgenomen, maar zijn dan ook vaag. Dus eigenlijk zijn we voorstander van de voorwaarden waarin dat het in onze gemeente zal mogen gebruikt worden om die toch op te nemen in deze beslissing. Want anders is gelijk wat dat ze in andere politiezones beslissen, volgt automatisch dat ze dat hier ook mogen doen. En dan als we ingaan op die beslissing, staat er toch weinig informatie wanneer en hoe de bodycams mogen gebruikt worden. En ik wil op drie puntjes ingaan. Ten eerste de wanneer. Wanneer worden bodycams gebruikt? Letterlijk zegt de tekst: met het oog op een proportionele uitvoering van de opdracht zullen de bodycams enkel ingezet worden wanneer de veiligheid van de personeelsleden of van de goederen in gevaar dreigt te komen en enkel gedurende de duur van de interventie. Dat lijkt mij toch niet volledig om te weten wanneer ze nu juist worden ingezet. Want ik weet niet hoe ik dat moet lezen. Als er een gewone interventie is, bijvoorbeeld, er wordt veel volk op een bepaald moment gevraagd, we vragen aan de politiezone om bij te springen en bij cultuur, lopen ze dan rond met een bodycam die aanstaat? Of is het enkel als er een gevecht ontstaat, als ze twee zatte mensen tegenkomen, zetten ze dat dan automatisch aan? Wanneer is er sprake van bedreiging? Wat zijn de criteria die worden gehanteerd om al dan niet die camera's aan te zetten? Voor mij is dat niet zo duidelijk uit de criteria die hier zijn opgezond.
Ten tweede, rond transparantie, daar staat er enkel van dat zichtbaar gebruikt moet worden door politiemedewerkers die identificeerbaar zijn als politiepersoneel en enkel tijdens de duur van de interventie. Volgens mij moet je als burger weten of camera's worden gebruikt. Hè? En dat lijkt mij op deze manier nog niet voldoende. Het is niet omdat iemand een camera draagt dat je weet of dat hij wordt gebruikt. Wordt dat dus mondeling aangekondigd als iemand een camera gaat opzetten? Moeten ze dat mededelen? Hoe gaat dat in zijn werk gaan? Dat achteraf het gebruik van de beelden juridisch ook sluitend is, dat lijkt op dit moment niet voldoende. En dan een derde belangrijk punt. Voor ons zijn de camera's vooral zinvol als ze wederkerig zijn. Dat wil zeggen als iedereen er gebruik van kan maken van die beelden. Hè. Als het niet alleen gebruikt kan worden als het de politie goed uitkomt, maar ook als het burgers goed uitkomt. En daar kom ik ook op het punt wat u als burgemeester er juist ook al aanhaalde. De vraag van, is het verplicht voor politiemensen? Mag de politieman of vrouw kiezen om de camera aan te zetten of zijn ze verplicht? Hoe zijn de afspraken daar rond? Kan je als burger vragen om de bodycam aan te zetten? En is de politie dan verplicht om die aan te zetten? Is er daar een mogelijkheid toe? En dan natuurlijk rond de beelden, waarvan er nu ook weer weinig informatie in het besluit te vinden is. Hoe worden ze bewaard? Worden ze standaard bewaard? Worden alle beelden bewaard? Of alleen als er aanleiding is om ze te bewaren? En wie bepaalt dat dan? Kan je als burger beroep doen op die beelden als je het gevoel hebt dat je onfair bejegend wordt? En wie maakt dan de keuze of beelden al dan niet worden bekeken? Kan een politieman zelf zijn beelden achteraf nog bekijken, een week na datum? Of moet hij daarvoor ook langs een bepaalde instantie? En hoe verloopt dat dan om achteraf inzage te hebben in de beelden die zijn genomen? Dus we willen graag meer duidelijkheid. En vooral, we willen ook heel graag dat die verduidelijking wordt opgenomen in de beslissing die we vandaag nemen, zodanig dat we daar geen blanco check rond geven, zodanig dat het juridisch sluitend is en zodanig dat we de beelden kunnen gebruiken en dat iedereen goed weet waaraan en waaraf, dat er als er bijsturingen zijn, dat die ook langs de gemeenteraad passeren, zodanig dat wij daar de juiste keuzes kunnen maken. Dus ik hoop dat er duidelijkheid kan gegeven worden. Mocht dat niet kunnen, dan stel ik voor dat we eerst een grondig reglement uitwerken en het eventueel op een volgende gemeenteraad verder bespreken. Misschien een paar antwoorden, Pieter. Eén, Prasschaat en Schoten zijn gewoon om ermee te werken... en hebben daar ook de nodige ervaring in. Twee, het is de politieinspecteur die bij de start van de operatie, van de interventie, beslist of hij de camera opzet, ja of nee. Drie, het spreekt voor zichzelf dat dit nu ervaren wordt door mensen die gewoon zijn om ermee te werken, als eigenlijk een bescherming van hun persoonlijke integriteit. Maar voor alle duidelijkheid, u zegt het moet proportioneel zijn, met andere woorden, dit gebeurt bij serieuze incidenten, dit gebeurt niet bij een routinematige controle of legitimatie, bijvoorbeeld van een jongeren op een dorpsplein, dat is niet de gewoonte. Maar bijvoorbeeld, we hebben zeer recent een incident gehad op een lijnbus, waarbij jongeren amok maakten, zonder masker op de bus waren. Uiteindelijk werden onderschept door politie en gingen lopen. Dit heeft geleid tot heel wat trek, duw- en spuwwerk met voor twee politieinspecteurs arbeidsonbekwaamheid tot gevolg. En op zo'n moment zijn dergelijke beelden natuurlijk bijzonder nuttig. Wat er wederkerigheid betreft, laat ons duidelijk zijn, als jij als burger u onterecht behandeld voelt bij een politieinterventie, dan kan je daarvoor klacht indienen bij het comité P. En mocht u eraan twijfelen, dat gebeurt frequenter en frequenter, waarbij het comité P die zaak ten gronde zal onderzoeken en ook het standpunt zal inwinnen van de korpschef. En daar spreekt voor zichzelf dat de mogelijkheid bestaat om de bewijzen via beeldvorming, à charge of à décharge, te gebruiken. En dat de burger daardoor eigenlijk ook kan aantonen dat er bijvoorbeeld niet proportioneel geweld is gebruikt. Neem van mij aan, wat onze zones betreft,
dat meestal andersom is. En zeker in deze coronatijd, waar die spuwincidenten toch meer dan wij lief hebben. Dus ik denk dat we hier niet over één nacht ijs gaan. Het spreekt voor zichzelf dat op dit ogenblik in het syndicaal overleg gepraat wordt over bodycams voor onze politiezone. Tot op vandaag zijn zij geen vragende partij, voor alle duidelijkheid. Maar aangezien wij deze samenwerking laten ingaan per 1 juli, leggen wij toch dit voor aan de gemeenteraad. En ik stel voor, wij hebben een politieraad in oktober, als ik me niet vergis, dat we daar eens uitvoerig, Peter, op dit punt ingaan. Dat is de place to be om dit soort zaken grondig te bespreken. Ik zag ook dat Filip Anquet nog een vraag wou stellen. Goedenavond, burgemeester Schepenen en geachte publiek. Ja, inderdaad, ik wou hierbij aansluitend mijn vraag aan u, burgemeester, in herinnering brengen over het gebruik van camerabeelden op ons grondgebied in Capelle. Dus behalve hetgeen dat hiervoor ligt met betrekking tot de bodycams en de vraag van Pieter over hoe dat je dan voorwaarden daaraan stelt bij het gebruik van die beelden, wat dat die allemaal kunnen registreren, wie dat die allemaal mag zien, waar dat die worden opgeslagen, dus hoe dat daar de reglementen rond wordt opgesteld. Ik had u die vraag gestuurd naar aanleiding van de mobiele camera's die bij ons staan opgesteld. Ik hoop dat u het antwoord ook zal meenemen in die politieraad. Dank u. Ja, geen probleem, maar laat mij duidelijk zijn. Als wij werken met vaste camera's die permanent op dezelfde locatie blijven, dan mogen wij die camera's maar plaatsen met een goedkeuring van de gemeenteraad. Wij werken met mobiele camera's die op fenomenen worden ingezet. U weet dat we destijds een fietsendiefstallend plaag hadden, bijvoorbeeld aan het station en aan de toegang van promenade. We hebben daar die camera's aangebracht, 5 op dat ogenblik. En het aantal fietsdiefstallen is gewoon gedecimeerd en eigenlijk verwaarloosbaar geworden. Op dit ogenblik zal u misschien gezien hebben dat nu de fontein terugspuit en het dorpsplein in volle ontplooiing is, dat er een camera is aangebracht aan de verlichtingspaal ter hoogte van de bushalte en die filmt 360 graden. Die beelden worden enkel uitgelezen door de recherche van de politie en het materieel werk zijnde die camera's aanbrengen, verplaatsen en dergelijke gebeurt door de technische dienst die met de hoogtewerker werkt. Maar de beelden zelf zijn enkel ter beschikking van de politie en worden ook gedurende een periode bewaard om dan uiteindelijk herbruikt te worden voor nieuwe informatie. Het is al een paar keer gebeurd dat wij op het dorpsplein die beelden hebben uitgelezen om te kijken bij incidenten of persoonlijk konden geïdentificeerd worden. En meestal is dat wel prijs, kan ik u zeggen. Maar dat is puur werk van onze rechercheurs, van inspecteurs van de recherche. Het gebeurt zeer zorgvuldig. Maar ik heb u ook geantwoord dat de politie toegezegd heeft om u daar nog schriftelijk bijkomende informatie over te bezorgen. Heb ik je gemerkt. Hartelijk dank daarvoor, burgemeester. Graag gedaan. Collega's, dan komen we tot heel het item financiën. We hebben de goedkeuring van de jaarrekening van de gemeente 2020, zoals we dat daarnet gedaan hebben voor het OCMW. Dan krijgen we de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente en OCMW 2020. En dan hebben we ook de kennisname van de rapportering van de indicatoren van het meerjarenplan 2020-2025, die, als ik me niet vergis, door Luc in de raadscommissie uitvoerig zijn toegelicht geworden. Maar ik geef hem graag het woord. Burgemeester, ik ga onmiddellijk over tot de slotconclusie die ik toen geformuleerd heb. Namelijk dat we, als we de geconsolideerde rekening OCNG en gemeente bekijken, dat we dat eerste jaar, laat het ons zomaar zeggen, het eerste coronajaar goed hebben doorgemaakt. Goed is misschien heel optimistisch, maar het is ook een goede rekening. Maar het is natuurlijk zeer, zeer waakzaam blijven. Dat heb ik inderdaad toen uitgelegd. En we gaan dat ook blijven doen. Dank u wel. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Pieter?
Ja, ik heb vorige week ook enkele vragen gesteld, dus ik ga geen omstandige tussenkomst doen. Ik heb vorig jaar ook mijn bedenkingen gegeven bij de indicatoren. Ik wil nog een oproep doen rond twee thema's. Hè. Het thema mobiliteit bijvoorbeeld. Stel me wel teleur welke indicatoren dat we opvolgen. Eigenlijk staat er niet meer dat we een mobiliteitsplan gaan maken. Ik wil hier een oproep doen om in dat mobiliteitsplan helder te zijn over ook indicatoren. Hè. En daar op te nemen verkeersslachtoffers, fietsgebruik, het aantal wagens door onze gemeente. Dus ik hoop dat we daarvan gebruik maken om ook samen indicatoren af te spreken om dat op te volgen. En hetzelfde rond energie. Hè. Dus er staat eigenlijk heel weinig indicatoren rond energie. De burgemeestersconvenant houdt er wel wat in. Hè. Dus ik denk dat we daar moeten echt opvolgen. Wat is het energiegebruik in onze productie van hernieuwbare energie in onze gemeente? Dus ik hoop dat we rond die thema's binnen die beleidsdomeinen toch een stap vooruit zetten. En zoals jullie hebben al toegezegd, om bij aanpassing meerjarenplan ook de indicatoren te optimaliseren. Dus ik hoop dat we die kansen gebruik maken. Dank u wel, Pieter. Pom. Ja, dank u wel, minister. Ik heb een vraag in verband met de actieplan AP 3.074. En dat is eigenlijk, we verzekeren de ophaling en verwerking van huis aan huis. Kan u me uitleggen waarom we in 2020 ongeveer 1,5 miljoen euro hebben ontvangen ten opzichte eigenlijk van 1 miljoen het jaar daarvoor? Dat is een verschil van een dik 500.000 euro dat we meer ontvangen hebben, ofwel een stijging van 37% ten opzichte van 2019. Ik stel ook vast dat de ontvangsten van de stiekemverkoop eigenlijk hoger liggen dan de kosten van de ophaling en de verwerking van huis-aan-huisafval, waardoor we dus eigenlijk winst maken op onze afvalophaling. Ik vraag me dan af, is die dan de nieuwe visie van het gemeentebestuur? Ja, mijn collega Van Aar is hier vandaag niet aanwezig, want die ondergaat een medisch onderzoek. Maar ik zal hem vragen u de details te bezorgen. Maar maak u geen illusie, winst maken op de asfaltverwerking doen we zeker niet. Het blijft een heel zware post in de begroting. Als u kijkt naar de lijn van de uitbetaling die wij jaarlijks doen aan IGAN, dat weliswaar een communicerend vat is, want er zijn jaren dat zij meer factureren dan andere jaren. Dus je moet dat over een periode van bijvoorbeeld 5 jaar bekijken. Maar we zullen u de details met genoegen bezorgen. Ja, dank u wel. Kijk inderdaad. Dank u wel, Tom. Collega's, dan zijn we bij twee puntjes in verband met het dorpsvernieuwingsproject. Dat zijn de statuten van mede-eigendom van het complex Residentie Essenbloei. Dat is op het Marktplein. En een driepartijenovereenkomst met de wijziging van recht van opstal op het ontwikkelingsproject. Wat dat laatste punt betreft hebben we daar straks nog een bijkomende toelichting gezonden, namelijk het protocol ter uitvoering van artikel 4, zodat u over alle informatie beschikt. Maar misschien dat Luc dat nog even verder wil toelichten. Ja, collega's. Voor alle duidelijkheid, is een techniek die meer gebruikt wordt wanneer in het kader van een geheel project van ontwikkeling grondaandelen als betaling worden gebruikt. En in ruil daarvoor kan er eigenlijk gebouwd worden, dan is deze een redelijk juridisch veelgebruikte techniek. Wat betekent dat eigenlijk concreet? Dat is dat dat BIC, Bruggen in Capelle, de aannemer, het aannemersgeheel, heeft de toelating gekregen van de gemeente om een privaat complex te bouwen op het Marktplein. En wat gebeurt er dan? Vermits dat eigenlijk de grond in handen blijft van de gemeente, krijgen ze een recht van opstal om daar een gebouw aan op te trekken. Wel, het is dan, en hoe gebeurt dat dan? Om de kosten te drukken, is het niet zo dat dan de grond van de gemeente verkocht wordt aan BIC? Nee, het is zo dat eigenlijk telkens malen er een entiteit, lees, een appartement verkocht wordt, dan heeft die nieuwe eigenaar recht op een aantal cotiteiten in die gemeenschappelijke eigendom. En het is dan zo dat eigenlijk in principe de gemeente tussenkomt en eigenlijk bij de verkoop van elke grond een stukje van haar grond
eigenlijk verkoopt. Daar komt het op neer. Waarom leg ik u dat nu uit? Omdat dat natuurlijk de reden is waarom dan ook de gemeente, ja, de statuten van de mede-eigendom van dat complex moet mee goedkeuren. Dat moet dus op de gemeenteraad geformaliseerd worden. Omdat zolang dat eigenlijk al die appartementen niet verkocht zijn, zij eigenlijk mede-eigenaar blijft tot op het einde van de verkoop. En dan valt zij daar volledig tussenuit. Maar voorlopig is het dus zo dat zij eigenlijk opstalgever is en bijgevolg grondeigenaar. En bijgevolg moeten die statuten, die eigenlijk een gewone statuten zijn van mede-eigendom, zoals er 101 zijn, moet zij die mee op de gemeenteraad goedkeuren. Dank u wel, Luc. Juridische toelichting. Ik zie geen handjes. Collega's, dan komen we bij het hoofdstuk publieke ruimte en leefmilieu. Het eerste punt is met betrekking tot de Stichting Kempisch Landschap. U weet dat wij sinds februari 2011 participeren in de VZW Kempisch Landschap. Dat is een vereniging zonder winstoogmerk. Maar ondertussen heeft om juridisch-financiële reden de VZW beslist om een nieuw statuut aan te nemen, namelijk dat van Stichting Kempisch Landschap. En wij worden gevraagd om onze deelname te herbevestigen en de samenwerking die wij hebben met uiteindelijk de Stichting Kempisch Landschap om die verder te zetten. U weet ongetwijfeld dat zij onder meer de motor waren van heel de herontwikkeling van de militaire spoorlijn met de railbikes die vandaag de dag succesvol worden gebruikt. Ik weet niet. Ja, Tom? Ja, graag, burgemeester. Een aantal gemeenteraden geleden had ik gevraagd eigenlijk over het dossier van het Erzhof, het kasteel. Had ik gevraagd eigenlijk om contact op te nemen met Kempisch Landschap om te kijken eigenlijk wat de modaliteiten zijn om eventueel tot een samenwerking te bekomen. Dus ik vraag me eigenlijk af, misschien heeft de gelegenheid zich plaatsgevonden dat u over met Kempisch Landschap gesproken heeft. Tom, ik heb naar aanleiding van uw vraag een uitvoerig gesprek gehad met Philippe de Bakker, de CEO van Kempisch Landschap. We hebben dat dossier besproken. Hij ging dat verder bekijken en de afspraak is dat wij in september een driepartijenoverleg zullen hebben met de mensen van GO, met de mensen van Kempisch Landschap en met het gemeentebestuur, omdat op dit ogenblik ook GO bezig is met een masterplan voor de City Erzhof. Ja, dat wist ik. Dus vandaar mijn vraag. Ja, perfect. Dat gesprek heeft plaats gehad en was positief. Dat hoor ik graag. Dank u wel. Collega's, dan komen we bij een niet onbelangrijk dossier. De Fietsoogstrade in de Vloeiende, de zaak der wegen. Collega Koen Nelsen. Ja, burgemeester, collega's, dames en heren, goedenavond. U weet allemaal dat de laatste vergunning voor het ontbrekend stukje Fietsoogstrade, dat die vernietigd is door de Raad van Vergunningsbetwistingen in februari van dit jaar. De provincie heeft dan het initiatief genomen om de plannen aan te passen en een nieuwe vergunning aan te vragen. Zij vragen die vergunning aan bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. En als gevolg daarvan hebben wij de vraag gekregen als gemeente om advies te geven, om een openbaar onderzoek te organiseren over die aanvraag en om het dossier ook voor te leggen aan de gemeenteraad voor wat betreft de zaak der wegen. Dus dat openbaar onderzoek is er geweest van 21 april tot 20 mei. We hebben een advies gegeven via het Schepencollege, dat voornamelijk slaat op het groenscherm en de robuuste groenbuffer, zoals we het genoemd hebben, waar ook de aanpalende eigenaars vragende partij voor zijn. Er was één bezwaarschrift ook in het openbaar onderzoek te noteren, dus dat is overgemaakt. En dan brengen wij nu op de gemeenteraad dus de goedkeuring van dat wegentracé volgens die laatste plannen, dus tussen Vloeiende en de grens met Ekeren. Dat is eigenlijk de inrichting, de uitrusting van het nieuwe fietspad, dus hoe het eruit ziet, hoe het beschreven staat in de stukken. Dat is de vraag die hier voor ligt vanavond.
Hartelijk dank. Dus laat ons het eenvoudig houden. Dit is een juridische formaliteit die wij moeten goedkeuren met de gemeenteraad. Dus het openbaar karakter van die wegen is om op die manier de vernietigingsgrond bij de Raad voor Vergunningen en Betwistingen andermaal voor een deel te milderen. Collega Tom Namurwa. Ja, dank u wel. Ik ben inderdaad wel blij dat er na 20 jaar eigenlijk iets in beweging komt. Ik stel me toch wel de vraag eigenlijk over dat er wel voldoende overleg is gepleegd met de bevoegde bewoners of bewoner, aangezien de voorwaarden eigenlijk van betrokken partij toch wel redelijk aanvaardbaar en logisch zijn. Zijnde een robuust groen scherm. Kan u mij uitleggen waarom zo'n simpele uitkomst nu eigenlijk wel mogelijk is? Tot een resultaat te komen. Ja, Tom, wij hebben het initiatief genomen, zoals u misschien gelezen hebt, om uitvoerig te gaan praten met de klagers die telkenmaal in beroep gaan tegen de vergunning. Dat is trouwens een zeer sympathiek koppel die ook bevestigd hebben van geen bezwaar te hebben tegen de fietsoverstraden aan zich. Ze waren er natuurlijk geen vragende partij voor, maar op zich begrijpen ze wel het belang van die fietsoverstraden. Alleen de manier waarop een en ander verlopen is, is toch in het verkeerd keelgat geschoten. Onder meer heeft men al onder het mond van veiligheidswerken naar de spoorweg toe heel die een houtkap gekapt, waardoor eigenlijk die woning letterlijk op het spoor komt te staan, bij wijze van spreken. En vandaar dat wij met hen besproken hebben welke de minimumformaliteiten zijn om daar een kentering in teweeg te brengen. En over dat uitvoerig gesprek hebben wij ook verslag uitgebracht bij de bevoegde deputé, die op zijn beurt ook in contact is gegaan met die mensen. Ik hoop alleen dat men nu al die bezorgdheden van die mensen ondervangt in het nieuwe vergunningenbesluit, zodanig dat wij misschien een doorbraak kunnen forceren. Maar ik heb geleerd in dit dossier van met twee woorden te praten. Ja. Peter. Dat helpt zich. Dank u wel. Ja, ik ga niet eens ingaan op dit stuk. Ik denk, we zijn blij dat er een stap vooruit gezet wordt en hopen dat het snel gerealiseerd wordt. Ik wil wel gewoon even in herinnering brengen dat er volgens ons nog een paar problemen zijn met de fietsostraat in Kapellen en dat we ook dat in mobiliteitsplan willen zien opgenomen worden. We zien bijvoorbeeld de speedpedelecs in de Koning Albertlei. Er zijn mensen beboet. Ik denk dat dat terecht is. Mensen die een overtreding zijn. Maar langs de andere kant moeten we maken dat zij ook een vlotte manier hebben om Kapellen door te komen. Zij moeten nu 4 keer de spoorweg over in onze gemeente als ze de fietsostraden volgen. Ik denk dat dat niet zo oké is. Het kruispunt Koning Albertlei, Rubensheide, Koningin Astridlaan moet je dwars, diagonaal oversteken als fietser. De fietsstraat zijn er nog wat puntjes die tot verbetering zijn. Ik denk dat we de fietsenstraden langs het spoor misschien kunnen houden in het vernieuwingsproject rond het AC. Dus ik hoop dat dat verder wordt onderzocht. En de fietsoverstreekplaatsen bijvoorbeeld zijn nog niet ideaal. Stel dat het idee van een fietstunnel in de Vloeiende wordt gerealiseerd, is het misschien de moeite om de fietsenstraden daarop ook te laten aansluiten. Dus we hopen dat de rest van de fietsenstraden wordt meegenomen in het mobiliteitsplan om daar toch nog wat optimalisaties door te voeren. Pieter, dat is ook zo. Wat de vloer betreft hebben we al heel wat gesprekken gevoerd met Infrabel, die daar de verantwoordelijkheid draagt, om een alternatieve verbinding mogelijk te maken, waardoor eigenlijk, maar als we door zijn, zullen we het u ook graag toelichten, waardoor we eigenlijk een bijkomende ontsluiting krijgen naar de fietsenstraat van onder meer de wijken van de Sterren en van Hoogboom. Wat de Koning Albertlei betreft, dat probleem is ons gekend en dat heeft alles te maken met gemengd gebruik van voetpad en fietspad. Maar daar heeft Koen en ik van de politie een alternatief voorstel gedaan waarbij eigenlijk de Speedlex een kleine omweg zouden moeten maken via de Koning Elisabethlei om eigenlijk dat probleem voor een stuk te ontmijnen. Maar we zijn bezig om dat verder te bespreken, omdat dat natuurlijk ook weer een aantal consequenties heeft. Maar voor alle duidelijkheid, wij pakken dit mee in onze verdere werkzaamheden. En binnenkort in begin september praten we in de raadscommissie over het mobiliteitsplan. Dan kunnen we dat ook mee agenderen. Dat lijkt me een goed voorstel.
Ik zie ook nog Filip Anke. Hartelijk dank, burgemeester. Nog kort even aansluitend op de collega's. Zonder heel het dossier te willen doorspitten, maar had ik jullie ook een concreet voorstel gemaakt om eventueel de snelheid aan te passen van de speedpedelex op de gevraagde stukken, waar dat er te veel verkeer zou samenkomen op een niet veilige manier. Dat wordt in andere steden en gemeenten ook toegepast. Zeker en vast een groot voordeel, omdat het ook te handhaven is. Ik hoop dat dat ook kan meegenomen worden in de bespreking. Anderzijds, de andere bespreking met bewoners naast de fietsostrade, waar dat jullie een verslag van hebben. Ik hoor u zeggen dat dat ook in de gemeenteraad zal besproken worden. Of heb ik dat verkeerd? Dat hebt u verkeerd. Dat hebt u verkeerd, want het gaat over personen en dat brengen wij nooit op de openbare zitting van de gemeenteraad. Oké, in ieder geval mag ik hem een aandachtspunt misschien meegeven. Die groenbuffer die stond er, dus ik vind het wel een heel vreemde situatie dat daar ineens nu gekapt is. En het gaat toch over tientallen bomen die daar moeten verdwijnen. En terwijl dat zij een goede verstandhouding hadden met de buren spoorwegen, zeg maar, die altijd een stukje ook snoeiden. Maar nu is er niet overgegaan tot snoei, maar ineens kap. En anderzijds de gelijke behandeling in vergoeding voor hun grond bij de inname. Dat lijkt mij ook een aandachtspunt, omdat de buren aan de overkant die hebben... grond hebben moeten afstaan, dat die een waanzinnig veel hogere vergoeding hebben gekregen ten opzichte van hen. Ja, u zal in het dossier van de zaak der wegen gezien hebben dat die onteigeningen gebeurd zijn naar aanleiding van een vonnis van de vrederechter van 7 januari 2015. Het is de rechter die daarover beschikt en beslist en niet de gemeente. In dit geval is het trouwens de provincie die het financiert. En wat het kappen betreft, voor alle duidelijkheid, ik heb dat er juist gezegd, dat was, laat ons het beleefd uitdrukken, niet de meest verstandige zet die men gedaan heeft om dit dossier tot een goed einde te brengen. Maar goed, wij proberen te remediëren, collega's. Waarvoor dank je. Wordt vervolgd. Collega's, dan hebben we 6 aanvullende reglementen met betrekking tot de politie van het wegverkeer. Het gaat over de Hoefse baan, de Kazerneweg, de Koolkaai, de Leeuw van Vlaanderenlaan, de Lucien Bevernagestraat en de Heidestraat Zuid, wat eigenlijk een opfrissing is. Ik weet niet of daarover specifieke vragen zijn over die politiereglementen. Nee. Dan hebben we de kosteloze grondafstand in de Grensstraat, waar dat we andermaal een stuk van 26,14 vierkante meter inlijven in het gemeentelijk patrimonium. Ik neem aan dat dat ook geen probleem is. En dan komen we bij onderwijs, waar dat we in extremis een aanpassing moeten doen van het schoolreglement voor de gemeentelijke lagere school De Platanen. Want dat is ook recent in onze bus gevallen van de Vlaamse overheid. Lukt misschien... Ja, het gaat voornamelijk, burgemeester en collega's, om een aantal, dat zal u gezien hebben, om een aantal technische aanpassingen op vraag van de Vlaamse overheid of de koepel. Misschien één ding, dat is die beruchte, in de laatste hoofdstukken zal u gemerkt hebben dat de digisprong er dus in staat. Dus hoofdstuk 22, namelijk het feit dat wij gaan proberen om ICT-materiaal ter beschikking te stellen van elke leerling. De Vlaamse overheid heeft daar de middelen al voor ter beschikking gesteld. Dat kon niet snel genoeg gaan. Het is natuurlijk nog een kwestie van ook op de markt de nodige computers te pakken te krijgen. Maar we doen er al aan. Christel vroeg het woord. Ja, dankjewel. Goedenavond iedereen. Het gaat over de artikel 22, over het ter beschikking stellen van het ICT-materiaal. Ik heb wel eens ooit een opmerking gemaakt over de uitdrukking als een goede huisvader. En nu lees ik in het reglement, de leerling gaat met het ICT-materiaal zorgvuldig, tussen haakjes, als een goede huisvader om. Waar ik nogal een rare formulering vind voor een leerling van het basisonderwijs. Ja. Ja, dat klopt. Maar juridisch is dat nog altijd... Die pint deze hier niet uit, hè, voor alle duidelijkheid. Dat zijn allemaal teksten die ons worden aangeleverd. En jammer genoeg
Ik heb er vanmorgen in een andere hoedanigheid nog over verklaard. Wordt er nog altijd gesproken van de goede huisvader zijnde, ja, het criterium als zijnde van iemand die op een correcte manier omgaat, in dezelfde omstandigheden geplaatst, enzovoort, enzovoort. Maar ik begrijp dat sommige mensen daar aanstoot aan nemen en dat dat beter op een andere manier zou gevonden worden. Het gaat niet vooral niet echt om aanstoot hier, maar ik vind het wel bijzonder grappig dat de kinderen van de basisschool zich als huisvaders of huismoeders. Ja. Jong geleerd is oud gedaan, Christel. Okido, ja. Collega's, dan komen we bij de intergemeentelijke samenwerking. Eerst IG aan dienstverlening en dan IG aan milieu en veiligheid. Opnieuw algemeen vergadering met agenda en vaststellen van het mandaat. Neem aan dat hierover geen problemen zijn. Ik stel voor dat we dan ook meteen de notulen goedkeuren van de gemeenteraad van 17 mei en dat we dan overgaan tot de mondelinge vragen. Het is nu handje kracht niet weg, denk ik. Collega's, we hebben wel wat mondelinge vragen op deze drukke avond. Voor eerst de vraag van Ludo de Bruin over het feit dat fietsen in de lift zit en dat wij fietspompen ter beschikking zouden kunnen stellen. Ludo, ja, kun je dat kort samenvatten? Okay. Goedenavond, voorzitter, collega's, publiek. Dus coronacrisis en het oog op de grote vakantie zit het fietsen in de lift. Dus fietstoerisme is aan een opmars bezig. Dus en dan het nieuwe mobiliteitsplan maakt er geen geheim van dat er dus meer mensen op de fiets zullen zijn. We herinneren ook aan de nieuwe burgemeestersconvenant, ondertekend op 21 september 2020, met als opzetten milieudoelstellingen te behalen. Zelfde verhaal, zoveel mogelijk mensen op de fiets. Vanuit verschillende lokale besturen hebben om het fietsen nog meer te stimuleren en aan te moedigen één of meerdere vaste openbare fietspompen voorzien. Het gebruik van die fietspompen is gratis. Dit is reeds onder meer het geval te Gent, Nieuwpoort en De Panne. Het plaatsen van dergelijke fietspompen kost weinig en heeft een positieve impact op het stimuleren van het fietsgebruik. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om mobiele fietspompen, de welke men kan meenemen. Mogelijk brengt dit ook nog enig voordeel teweeg voor de lokale middenstand. Fietshandelaars bijvoorbeeld. Daarom onze vraag. Is ons gemeentebestuur bereid om een of meerdere openbare fietspompen ter beschikking te stellen in onze gemeente? En indien ja, op welke locaties zou dat dan gebeuren? En tegen wanneer zou dit kunnen gerealiseerd worden? Een zeer interessante plaats lijkt ons het station van Capelle. Deze plaats zou wel eens een der belangrijkste mobiliteitspunten van onze gemeente kunnen worden. De overgang van de fiets op de trein dus. Andere interessante plaatsen lijken ons administratief centrum, sporthal of sporthallen, zwembad, bibliotheek. En indien nee, waarom niet? En welke maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren zal het gemeentebestuur dan eventueel nog nemen? Dank u wel. Dank u wel, collega Nelson. Ja, collega, dank u wel voor uw vraag. Ja, u zal merken dat fietsen en de fietsers in specifiek geval, dat die de nodige aandacht zullen krijgen in ons mobiliteitsplan. Daar gaan we later in september dan over praten. Ik vind het zeker een goed idee om een aantal fietspompen te voorzien om de fietsers te ondersteunen. Wij kijken in eerste instantie naar ons station, spoorwegstation, waar we dat zullen opnemen met de spoorwegen en waar wij een regionaal knooppunt hebben. En we dus nu volop bezig zijn, de spoorwegen bezig is beter gezegd, met de bouw van een kleine 700 fietsenstallingen. Dus daar gaan we zeker gewoon een fietspomp plaatsen. In tweede instantie denken we aan het feit dat we ons hebben ingeschreven om een aantal e-bike punten te voorzien in de gemeente. Dat lijken ons ook goede locaties bij die laadpunten om daar die fietspompen te voorzien. En wat ons ook goede locaties lijken, is op knooppunten van fietspaden. Zo hebben wij de vraag gesteld aan de spoorwegen om een klein stukje grond ter beschikking te kunnen krijgen aan de spooroverweg van de Christian Pallemanstraat, recht tegenover Kadinsky, omdat er al wat fietsen
knopen daar voorbij komen, of fietstracés beter gezegd, daar passeren. Dus we dachten daar te kijken naar een fietsenstalling, maar het is ook een heel goed idee om daar een fietspomp en misschien een fietsreparatiekit te plaatsen. Dus we maken daar zeker werk van. Oké, dank u vriendelijk. Komen pompen. Collega's, dan hebben we twee belangrijke vragen over het PFAS-PFOS-schandaal. De eerste vraag is van collega Ludo de Bruin en de tweede van Christel Jansen. Aan u graag het woord. Ja, nog. Oh, sorry. Ja, Ludo, jij mag zeggen. Oké, dank u vriendelijk. Nogmaals, goedenavond. Vorige week barst het PFAS-PFOS-schandaal los. De desbetreffende problematiek werd genoeg in de pers aangehaald en terecht weten we dat een PFAS-PFOS-pollutie niet te onderschatten gezondheidsrisico's inhoudt. Het bedrijf 3M Belgium uit Zwijndrecht kwam in beeld als mogelijke bron der vervuiling. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen hebben een arbitraire perimeter met een straal van 15 kilometer rond het bedrijf 3M Belgium Zwijndrecht vastgelegd. Al wat zich binnen deze perimeter bevindt, verdient de bijzondere aandacht met het oog op PFAS-PFOS-contaminatie. Op de officiële website van onze gemeente wordt reeds info verstrekt. Waarvoor dank? We lezen dat het agentschap Zorg en Gezondheid spreekt over drie perimeters. De perimeter van 5 tot 10 kilometer rond de 3M-site maakt dat Capellen zich gedeeltelijk binnen en net op de rand van de 10 kilometer zone bevindt. Dus spijtig genoeg, onze gemeente Capellen valt binnen deze perimeter. Gedeeltelijk dan toch. Dit bracht de nodige onrust bij een deel van de bewoners van onze gemeente teweeg. Ik kreeg in alle geval diverse vragen met betrekking tot dit probleem. Met veel belangstelling hebben we uw reactie gelezen in de krant Gazet van Antwerpen van 12 en 13 juni 2021, pagina 4. De vervuiling in Zwijndrecht dateert al jaren, van jaren geleden. Als je zoiets weet, moet je meteen saneren. Ik kan me voorstellen dat er destijds andere beleidsmakers hun kop in het zand hebben gestoken. Dat is dus uw antwoord, voorzitter. Onze vraag laat dan ook. Is er ondertussen reeds meer klaarheid wat betreft onze gemeente? Werd er door onze gemeente reeds enige actie ondernomen? En zo ja, mogen wij vernemen welke? We hopen dat onze bewoners worden ingelicht. En zo ja, graag vernamen wij op welke wijze zij zullen worden ingelicht. Wij danken ook reeds voor de melding van 17 juni 2021 op de officiële website van onze gemeente. En dan, naar aanleiding van uitspraken van de heer Bart Somers, minister Binnenlands Bestuur Vlaanderen op VLD, in VTM, middagnieuws 19 juni 2021, en in VRT De Ochtend van 19 juni 2021, en ook nog van de heer Alexander van der Smissen, burgemeester te Mechelen, Open VLD, in het VTM-middagnieuws, ook van 19 juni 2021, en van de heer Joris Monens, van het agentschap Zorg en Gezondheid, zie het VTM-middagnieuws 20 juni 2021, daar vernemen we dat er eveneens nog PFAS-PFOS-problemen kunnen zijn met betrekking tot brandweerkazernes, oefenplaatsen der brandweer en plaatsen waar zware branden gewoed hebben. Dit door aanwezigheid van PFAS-PFOS in brandblusschuim. We menen te weten dat er onder meer met brandblusschuim werd geoefend achter de oude brandweerkazerne, waar thans appartementen in opbouw zijn. Kan er in kaart gebracht worden waar er nog brandblusschuim werd benut? Hoe gaat het gemeentebestuur om met dit gegeven? Werden de risicoplaatsen in de kaart gebracht of gaat dit nog gebeuren? Zijn er grote branden geweest waar brandblusschuim werd aangewend? Zijn er grondstallen eventueel genomen op het marktplan? We spreken ook over de periode voor 2011, toen brandblusschuim nog PFAS-PFOS bevatte. Men wezen indachtig het verdrag van Stockholm van 2011, dus in zaken persistente organische verontreinigde stoffen. En dan, als u mij nog heel even toestaat, heer voorzitter, heel kort, dus recente info in feite, het item leeft geweldig in de directe omgeving. Ook naar aanleiding van het artikel in de Zondag. Bezorgdheid vooral in Sylvesterdreef, Platanendreef, ook Essenhout, want er zijn enkele tuinen die palen dus aan het marktplein. En dan ook indachtig de uitspraak van de minister van Binnenlands Bestuur Vlaanderen, Bart Somers, van het geheel ernstig te nemen en goed te handelen. Dank u wel. Dank u wel, collega Christel Jansen. Ja, dank u. Wij nemen aan dat het nieuws over de PFOS-verzuiling in Zwijndrecht ook bij ons gemeentebestuur tot bezorgdheid heeft geleid.
omdat Capelle zich binnen een straal van 15 kilometer van de 3M-fabriek bevindt. Bovendien kwam ook aan het licht dat ook op en rond brandweeroefenterreinen de normen voor PFOS en PFAS mogelijk overschreden worden. De Vlaamse regering heeft de provincie-gouverneurs en alle betrokken burgemeesters en schepenen een brief gestuurd waarin ze preventieve maatregelen aanraadt voor dergelijke sites. Het advies is dat verharde terreinen op vervuilde sites best elke week nat worden schoongemaakt. Buurtbewoners, zeker kinderen jonger dan 12, in een straal van 100 meter moet worden afgeraden om groente en fruit uit eigen tuin te consumeren. Hetzelfde geldt voor pluimvee, eieren en grondwater. Ik denk dat deze twee adviezen zeker gelden voor onze gemeente, want de brandweerkazerne bevindt zich in dichtbebouwd gebied. Een groot gedeelte van de omgeving is verhard, maar er zijn ook tuinen in de buurt. Vandaar de volgende vragen. Hoe volgt het gemeentebestuur de situatie in verband met de vervuiling door de 3M-fabriek op? Gaan jullie de ongetwijfeld bezorgde buurtbewoners van de brandweerkazerne op de hoogte brengen van de situatie en het nodige advies geven? En zijn er bij het bouwen van zowel zaal Lux als de appartementen van residentie Essenbloei metingen gebeurd op de terreinen waar er gebouwd ging worden? En is er daar vervuiling aangetroffen? Dank u wel, collega's. Ik zal proberen daar bondig op te antwoorden. Je hebt eigenlijk drie zones, drie perimeters, 1 tot 5 kilometer, 5 tot 10, 10 tot 15, waarbij natuurlijk de meest gevoelige 1 tot 10 kilometer is. De grens van Hoevenen ligt ongeveer op 11 kilometer van de 3M-fabriek. Dat wil zeggen dat Capelle er eigenlijk quasi, wat die uiterst gevoelige zone betreft, buiten valt. Het is enkel, laten we maar zeggen, het stuk tussen Hoevense Baan, Antwerpse Steenweg en de grens van Ekeren dat in aanmerking komt om zeer aandachtig te zijn. Wij zetten de informatie die wij krijgen van het agentschap zetten wij op onze officiële website van de gemeente. En wanneer dat er meer duidelijkheid is of er nog bijkomende maatregelen moeten getroffen worden op ons grondgebied, zullen wij daarover onze inwoners ook met een aangepaste brochure op de hoogte brengen. Maar weet, het gaat hier over een historische vervuiling die al heel lang aanwezig is en die natuurlijk nu boven water komt. Wat grondwater betreft is dat geen probleem, want gelukkig scheidt Zwijndrecht Capelle door de Schelde, maar vanzelfsprekend kan door de lucht natuurlijk fijnstof worden getransporteerd en dat vraagt toch wel wat waakzaamheid. U kent de regels, ze hebben honderd keren in de kranten gestaan. Voornaamste is opletten met groenten die zelf geteeld zijn en met het eten van eieren van eigen scharrelkippen, waarbij men aanbeveelt om dat per week te beperken tot één ei per week, u begrijpt. We hebben dat ook besproken met een collega van Stabroek, dat het natuurlijk niet aan ons is om dat te handhaven, hoeveel eieren dat mensen van hun eigen scharrelkippen eten, maar alleszins is die boodschap verspreid via de nationale media, regionale media en ook via onze websites, om te zeggen, allee, let daar in ieder geval mee op. Twee, naast het probleem van de zitten 3M in Zwijndrecht, dat wij zeer angstvallig opvolgen, hebben wij zaterdag jongstleden om 19:40 een mail gekregen van de Vlaamse overheid met de problematiek van mogelijk vervuilde PFAS-sites op de grondgebieden van de respectievelijke gemeente. Misschien om op de vraag met betrekking tot de brandweer te antwoorden, laat ons duidelijk zijn, brandweer Capelle, maar brandweerzone Rand gebruikt al meer dan 10 jaar geen blusschuim meer dat PFAS zou kunnen bevatten. Het is uiteindelijk op dit ogenblik wat men noemt fluorvrije schuim. Dus laat ons zeggen, de voorbije 10 jaar is daar niet meer mee gewerkt op dat marktplein. Twee, ik heb contact genomen met onze commandant Bruno Weijers, die al sinds 1982 als vrijwillig officier werkt bij de brandweer Capelle. Die bevestigt mij dat Capelle 1 keer per jaar oefeningen hield
met schuim op het Marktplein en dat dat onmiddellijk nadien werd afgespoten. En zoals u begrijpt is het dan via de riolering afgevoerd. Dus de mogelijkheid dat daar vervuiling zou kunnen zijn is quasi nihil. Drie, wat betreft de bouw van Lux en Essenbloei is het zo dat in het kader van de regels rond grondverzet staalnames zijn gebeurd van de bodem en deze resultaten zijn ook aan OVAM bezorgd. Dus wat dat betreft is daar ook geen gevaar tot hiertoe gesignaleerd. Maar dit is een voortschrijdend dossier, dus al wat we zeggen is met twee woorden. Maar de kans dat daar vervuiling zou zijn is eigenlijk bijzonder klein. We hebben ook gelukkig geen heel zware industriële branden gehad op ons grondgebied. De laatste industriële brand die zeer aanzienlijk was, was op de KMO-zone De Vloeiende bij het G-Tech-bedrijf, waar wel geblust is met schuim. Maar vanzelfsprekend was dat schuim dat geen PFAS bevatte, dus dat was wat dat betreft onschuldig. Ondertussen is er ook door de Vlaamse overheid een lijst gestuurd met mogelijke sites die onze aandacht vragen. En dan komen we natuurlijk bij bekende sites. Om u één voorbeeld te noemen, het Bruggesje, waar dat we al de verontreiniging hadden van de oude wasserij van Hosta. Ondertussen hebben wij gelukkig dat probleem aangepakt en is die site volledig gesaneerd. Er staan ook dingen bij waar dat je even in je haar van krabt om te zeggen wat zou dat nu kunnen zijn. Men signaleert de pastoor van de Noudstraat en dan zou het gaan over de site van het KTA. En dit omwille van het feit dat ze recent een afdeling cosmetica hebben opgestart. Maar ook daar is geen gevaar aan. En zo zijn we punt per punt van die lijst aan het screenen. En we hebben die een zaterdag in de late avond gekregen. En we hebben ook een kaart gekregen en een van de zones die aangeduid wordt als zijnde een zone met een beperkte kans is bijvoorbeeld de militaire oefenplaats op de Franse Heide achteraan in Kapellenbos. Maar men zegt zelf dat de kans zeer klein is. En tot slot was ook de site van het oud-fabriek, het optisch bedrijf Buchman, aangeduid. Maar daar is natuurlijk bij de bouw van promenade heel de toestand grondig gewijzigd. Dus ook dat risico is uiteindelijk weg. Dus samengevat, wij volgen dit op de voet op. Wij laten niets aan het toeval over en wij blijven dit iedere dag volgen met onze mensen. En wij hebben vandaag al heel consequent ingespeeld op de aanbevelingen van de Vlaamse overheid. Maar no regret maatregelen dringen zich op dit ogenblik nog niet op. En wat brandweer betreft is er een bijkomend overleg tussen Zonerand en de gouverneur van Antwerpen. Okay, collega's, dan hebben we, als u mij toestaat, een vraag gekregen van collega Tom Namurwa met betrekking tot regenboogzebrapaden. Ja, dankjewel burgemeester. Ik ga proberen het snel te doen, want voetbal gaat dadelijk beginnen. De laatste tijd. Ik ga naar voetbal, zegt Tom. Absoluut wel. Ik ben zelf een grote fanatieke. Als het over nationale landen gaat, dan ben ik altijd wel te vinden. Zeker ook bij voetbal. Dus de laatste tijd wordt er eigenlijk meer en meer geconfronteerd eigenlijk met uitsluiting van racisme ten opzichte van LGBTQ-gemeenschappen. Dat er over heel de wereld nog werk aan de winkel is, is voor iedereen duidelijk natuurlijk. Maar dat we binnen Europa geconfronteerd worden met racisme en uitsluiting ten opzichte van deze gemeenschap, gaat mijn petje toch wel te boven. Zeker na de laatste gebeurtenis van een aantal dagen geleden. Je zal dan denken, ach Tom, hè, dat speelt zich allemaal af in het oosten van Europa af. Hè. Niets is minder waar. Hè. Ook in ons land worden we dagelijks mee geconfronteerd en neemt de afgunst ten opzichte van deze gemeenschap elke dag toe. Het wordt tijd dat we als gemeente ook eens duidelijk signaal gaan geven naar de buitenwereld toe. Daarom zou ik willen voorstellen om een regenboogzebrapad aan te leggen, pal in het centrum van Capelle, om deze gemeenschap een hart onder de riem te steken en deze problematiek bespreekbaar te maken. Een ideale locatie is natuurlijk het zebrapad tussen de Vredestraat en de Korte Vredestraat. En het zou ook fijn zijn, moest er natuurlijk eentje komen in Putten en Hoogboom. Dus mijn vraag, is de gemeente bereid om een regenboogzebrapad aan te leggen op haar grondgebied? Ja, Tom, dank u wel.
we nemen dat nogal ter harte. U zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat naar aanleiding van het incident in Sint-Niklaas dat hier aan het administratief centrum gedurende 4 weken de regenboogvlag heeft gewapperd in plaats van de vlag van de gemeente om aandacht te vragen voor deze problematiek. Wat de zebrapaden betreft kan ik kort zijn. Op een gewestweg zijn wij niet bevoegd voor de signalisatie, maar dat wist u ondertussen. Mm-hmm. En Dovonde is een gewestweg. Dat wordt trouwens meestal zebrapaden in thermoplast aangelegd. Maar wij gaan 3 zebrapaden, regenboogzebrapaden aanleggen als meerwerk op de beleidingswerken die ondertussen gegund zijn. Het eerste zebrapad komt er ter hoogte van Christian Palmanstraat, pastoor van de Noudstraat, Koolkaai. Waar dat nogal wat leerlingen van het KTA oversteken. En daar willen wij zo'n regenboog zebrapad leggen. Ja. Het tweede komt bij het binnenrijden van de Bouwijnlaan. Dus de Bouwijnwijk met ook ons onthaalcentrum. En het derde zebrapad komt in Putten vooraan in de Partizanenstraat parallel met de Erbrandstraat. En daardoor ook zeer zichtbaar. Enerzijds vanop de Gewestweg en anderzijds als toegang naar de Putse knipoog. Ja. Dus die 3 komen er en die worden normaal deze zomer gerealiseerd. Fantastisch, dankjewel. Dan was er nog een actualiteitsvraag, maar die moet ik jammer genoeg verwijzen naar de besloten zitting, omdat wij daar een specifiek dossier ook gaan moeten bespreken. Dus ik ga nu even de livestream laten afzetten. Blijf